allemaal en welkom terug voor alweer een nieuwe Grafspraak. Hey! Ik ben Nikki en recht tegenover mij zit nog steeds... Jens! Ja, nog altijd. Nog altijd, zegt ze op een toontje, alsof dat haar heel gelukkig maakt. Ja, we zitten al een jaar samen in lockdown, is dat? Ja, je enthousiasme siertje. Ja, we zitten een jaar samen in lockdown, wat dus niet dat we opgesloten zitten in ons huis. Heel, ja. Gelukkig. Ja, we hebben een paar weken opgesloten gezeten samen in dit huis. Laat ons zeggen dat we tegen het einde van die paar weken klaar waren om een paranormale podcast te starten. Zo erg was het. Maar kijk, still going strong. En ja, het is alweer aflevering 30 hier ondertussen. Aflevering 30, zo zot. Als jullie effectief al 30 uur naar ons geluisterd hebben, ten eerste, waarom doe je jezelf dat aan? Maar ten tweede, dank u. We appreciëren dat enthousiasme ten eerste. Ook als je een eerste aflevering is, maar als je al 30 afleveringen luistert, dan appreciëren we dat ietsje meer. Jullie zijn allemaal onze beste vriend. Yes. Nu, wie er zeker onze beste vriend is, zijn de mensen die ons ook een handje helpen. Wink, wink. Nee hoor, jullie zijn allemaal even tof. Maar we hebben toch wel weer een beetje steun gekregen, hè, deze week. Ja, dat klopt. Er zijn een paar mensen die ons opnieuw wat koffietjes getrakteerd hebben. Yes, inderdaad. Deze week moeten wij daarvoor, en het is heel mysterieus, want ze noemt zichzelf mevrouw Maas, bedanken. Ja, mevrouw Maas. Ik heb haar ook op Twitter zien spreken over ons. Dus shout-out naar jou, mevrouw Maas. En bedankt voor de shout-out die je zelf gedaan hebt naar ons toe. En bedankt voor de koffietjes. Voilà. En naast mevrouw Maas ook Shani bedanken wij. Want zij is ook ondertussen een vast lid in de community-groep ook. Ja, en ze heeft ons ook een paar koffietjes getrakteerd. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ja, kijk, Shani, als ik kon, ik zou jou een topfan badge geven. Maar ik snap niet hoe dat die dingen werken, dus ik ga het niet doen. Maar in mijn hart ben je een topfan. Voilà. En naast de shout-out voor de koffietjes, beginnen we Grafspraak ook graag met een spraakberichtje dat we ontvangen hebben van onze fans. En deze week hebben we opnieuw eentje ontvangen. Deze keer hebben we een berichtje gekregen uit het verre Nederland van een zekere Thijs. We zullen eventjes luisteren wat Thijs ons te vertellen heeft. Hallo Nicky en Jens. Thijs hier vanuit Nederland. En ik wil jullie wat vertellen over mijn ervaringen zelf hier. Maar eerst wil ik even zeggen dat jullie wel een super vette podcast maken. Echt petje af. Ik vind het echt heel vet om naar te luisteren. En zelf ook te onderzoeken via de case files. Wat ik dus wil vertellen is een eigen ervaring. Eigenlijk twee ervaringen, alleen er zit nogal wat tijd tussen. Mijn allereerste ervaring met iets paranormaals was toen ik in groep 6 zat. Toen was ik ongeveer 10 jaar, dat is nu 8 jaar geleden. Er was toen op het schoolplein een nieuw speeltoestel neergezet. En ik keek zo naar de glijbaan en ik zag in mijn ooghoek achter een boom een figuur naar mij gluren. En zodra ik ernaar keek, op focus, was het weg. Ik ben, dat weet ik nog heel goed, naar de boom gelopen, achtergekeken, het speelhuisje gekeken, achter het schuurtje dat er stond gekeken, maar ik kon niks vinden. En ik zei het ook tegen vrienden van, hebben jullie iemand gezien? En ze zei allemaal, nee, niemand. Dus dat was heel apart. En nu, denk ik, 2 maanden geleden, was ik samen met een vriend in de polder. Dat was net tegen schemer aan. Want we reden van school naar huis en hij moest de andere kant op en ik ook. Dus we dachten nog even kletsen. En ik zat zo... We stonden tegenover elkaar en ik zag vanaf 2 bomen, die ongeveer, ja, laten we zeggen, 3 meter uit elkaar stonden, zag ik een figuur rennen van de ene boom naar de andere boom. En ik dacht, het zou vast wel een vogel zijn of verbeelding. Toen, ik denk een paar minuten later, zag ik de weer. Weer van dezelfde naar de ander. Dus niet terug, maar gewoon dezelfde kant op. Toen zei ik het ook tegen de vriend van, het lijkt wel alsof daar naar iemand loopt. Nou, koplampen van de auto erop gericht. Niks gebeurde er. Dus gingen we weer verder. En even later weer. En toen zei ik tegen een vriend, kunnen we niet even omdraaien? Zodat ik de andere kant op kijk. Want ik heb er geen fijn gevoel bij. Toen, vanaf de eerste keer al, kreeg ik een raar gevoel. Toen later zei die vriend tegen mij dat hij het ook zag. Hij zag ook een figuur rennen van de ene boom naar de andere boom. En toen zijn we weggegaan.
naar huis toe. Want we dachten, ja, dit kan of iets niet goed. Ja, het kan niet goed zijn. Er was niet een mogelijkheid dat dit goed kon zijn. Het was zo toevallig hetzelfde. Elke keer. 4 keer. En toen later, ik denk dat dat 2 weken geleden is, was ik samen met andere vrienden naar een verlaten huis. Heb ik daar binnen gekeken. Best wel zielig verhaal, maar dat terzijde. En nou, ik kreeg op zich, ik had gewoon een goed gevoel erbij. Ik had geen raar gevoel, maar zodra we de deur naar de kelder vonden, en we de kelder naar binnen gingen, kreeg ik in één keer een heel koud gevoel. En had ik ook weer hetzelfde gevoel alsof er iemand naar mij keek, maar die keer heb ik niks gezien van een schaduwfiguur. En hoe het verhaal van de originele schaduwfiguren natuurlijk gaat is met de rode ogen, dat heb ik nooit kunnen zien, rode ogen. Ik heb wel altijd het figuur gezien van iemand, gewoon op een persoon die naar mij aan het kijken was. Zo voelde het altijd, of rende. Maar dit was dus het verhaal dat ik wil delen met jullie. En ja, doei doei. Oeh, oké. Okay. Wel, dankjewel Altijs. Ja, bedankt om je verhaal met ons te delen. Nikki, hoe zou jij reageren als je een vreemde figuur vanuit de bomen naar jou ziet kijken? Ja, wel, weet je, iets in mij denkt altijd, heeft altijd gedacht dat ik echt half paniekerig zou reageren en in mijn broek doen. Maar sinds dat ik daar zo een keer die slaande deur heb gehad op mijn werk en de manier dat ik daarop heb gereageerd, besef ik nu wel dat ik dat zo direct zou willen gaan onderzoeken. Ik denk dat ik zo direct naar die bomen toe zou willen lopen om een oplossing te vinden of een verklaring ervoor te zoeken. Ja, wel. Zoals dat Thijs het vertelde, zag ik eigenlijk voor mij zo een schaduw die Naruto geweest aan het rennen was van boom naar boom, maar dat zal het wel niet geweest zijn. Zo ludiek was het wel echt niet. Maar ja, dat geval dat je vertelt van die deur op je werk natuurlijk, dat was een verlichte ruimte waar dat je wist dat er mensen in de buurt waren en zo. Ja, wel, inderdaad. Ja, als het echt zo het schemerdonker is, dan dat is dat wel een heel andere setting natuurlijk. Ja. Ik weet niet wat het zou geweest zijn, Thijs. Wat ik wel weet, is wat het niet was. Het was zeker al niet Mothman en het was zeker al geen Skinwalker, want er waren geen rode ogen, heb je gezegd. Wat het wel kan geweest zijn, helaas kunnen we daar ook geen antwoord op geven. Maar er is wel één serieus punt van kritiek dat ik moet geven op dit verhaal. Mm. En dat is, hoe durfde ons vertellen over een verlaten huis en dan niet de backstory geven? Want hij zei duidelijk dat hij de backstory wist, maar dat hij het niet ging vertellen. Ja. Dus Thijs, nu eis ik wel een opvolgbericht van jou over wat er met dat huis gaande was. Want dat lijkt mij minstens even boeiend. Ja, misschien moeten wij na de corona een keer een bezoekje brengen aan Thijs en dat huis een keer onderzoeken. Jawel, maar hij vertelde over locaties die hij ging bezoeken en zo. En die zeggen mij allemaal absoluut niets. Dus ik weet ook niet waar dat zich zou situeren. Hmm. En dat gaf mij eigenlijk ook een beetje de bedenking. Zo, hier in België krijgen we meestal, als we zo tekenfilms en zo zien in onze jeugd, is dat meestal de Nederlandse dub dat we krijgen. Nee, geen Vlaamse dub, maar echt Nederlands. Mm-hmm. En daarin wordt er vaak in de schoolcontext zo gesproken over groep 6, groep, ik weet niet wat. Ja. Dat mij net de bedenking maakte van, ik weet eigenlijk niet wat dat mij moet voorstaan bij groep 6. Is dat zoals het zesde leerjaar bij ons? Of taalde het kleuter ook al mee in die groepen of zo? Dat weet ik inderdaad niet, maar ik denk dat Thijs aangaf dat hij toen ongeveer 10 jaar was. Dus laat ons zeggen, ik gok zo vierde leerjaar, zoiets. Jawel. Ik denk dat ik ook 10 jaar was in het vierde leerjaar, dus het zal wel zoiets geweest zijn. Nu, dat even helemaal terzijde. We gaan niet sidetracken over onze lagere schooltijd, want anders gaan we hier zitten janken binnen een uur. Dit dus, wordt onze 30e aflevering, hè, wij die het Nederlandse schoolsysteem proberen uit te zoeken. Because nothing scarier than having to go to school. Nu, Nikki, heb jij ook iets scary voor ons? Het zal wel zijn. Nu, ik moet wel zeggen, mijn case gaat deze week niet echt in de paranormale sfeer zitten, want het is wel iets dat wel degelijk waar gebeurd is. Er gaat geen ja of nee vraag zijn. Het is gebeurd, trust me. Maar het is wel heel lang een soort van cover-up geweest, dat eigenlijk tot op de dag van vandaag nooit 100% volledig bevestigd is geworden. Oeh.
Voilà. Nu, ik kan er al bij zeggen ook dat deze case een tip was van een goede vriend van mij, Michiel. En hij is zelf ook wel behoorlijk thuis in de wereld waarin dat zich afspeelt. Want het is een behoorlijke geschiedenis vanuit, re-enactor, en is wel heel erg thuis in alles wat dat oorlogsgerelateerd is. En daar gaat het nu ook over gaan. Ik ga eerst Michiel zelf al aan het woord laten, want hij gaat al een beetje de sfeer schetsen waarin dat onze case zich gaat afspelen. Want het is namelijk wel... Het heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Oké, dus die gaat ons een beetje duiden wat dat je eigenlijk wel de orde van de dag zou kunnen noemen. Je zou dat de orde van de dag kunnen noemen, ja. Bon, daar gaan we dan. Take it away, Miel. Doorheen de geschiedenis van oorlogsvoering is de mens blijven zoeken naar nieuwe manieren om zijn vijand kapot te krijgen, op eender welke manier. De Eerste Wereldoorlog was een van de moderne oorlogen waarvoor het eerst op grote schaal gebruik wordt gemaakt van chemische wapens. Dit werd in het verleden al gedaan, maar het was nog nooit op zo'n grote schaal ingezet geweest. Desondanks een algemeen verbod om gifwapens te gebruiken in oorlog, sterven er ongeveer 1,3 miljoen mensen aan chemische wapens tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heel de wereld bestudeert de fenomenen die voortkomen uit het gebruik van dit soort wapens. Biologische oorlogsvoering is en blijft nog altijd een van de meest gebruikte elementen tot op de dag van vandaag. Denk hierbij aan Agent Orange en Anthrax. Ook Japan laat hier zijn oog op vallen. Toen de Duitsers in 1915 voor het eerst chloorgas inzetten te Ypres, waren enkele Japanse officieren aanwezig om het resultaat te bekijken. Onder de indruk hiervan zal het Japanse Rijk zich ook beginnen focussen met het onderzoek naar dit soort oorlogsvoering. Jaren later, in 1931, werd in het door Japan bezette Mandschoerij een stuk treinspoor tot ontploffing gebracht door de Japanners, die de schuld doorschoven naar Chinese dissidenten, zodat Japan een reden had om een grootschalige invasie in het gebied te lanceren. Na de verovering van het gebied werd het als volledig omgebouwd naar de militaire industrie. Het doel hiervan was een grotere expansie van het Japanse Rijk te verrichten. Met de Tweede Chinees-Japanse Oorlog als gevolg en aansluitend de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan. In het geheim werd intussen de Togo-eenheid opgericht, later gekend als eenheid 731. Hun taak was een biologische oorlogsvoering te bestuderen, met gruwelijke resultaten als gevolg. Vaak worden deze experimenten vergeleken met die van Josef Mengele, de kampdokter van het concentratiekamp Auschwitz. Dank u wel, Michiel. Dus Jens, zoals dat je gehoord hebt, het gaat vandaag gaan over eenheid 731. Ik weet niet of dat een belletje doet rinkelen bij u. Nee, letterlijk al die dingen dat hij vermeld heeft in zijn verhaal, gelijk Agent Orange en Dr. Mengele en zo, dat ken ik allemaal, maar eenheid 731, nee. Nee, inderdaad. En ik moet zeggen, ik had er zelf ook nog niet over gehoord. Maar... Het is echt wel, amai, het is inderdaad wel zelf misschien nog een stapje erger dan wat dat Mengele heeft gedaan. Voor de mensen die daar niet echt bekend mee zijn, kunt jij kort uitleggen hoe dat zat, de praktijken van Josef Mengele in de concentratiekampen? Vaag, ja. Ik denk, als ik mij goed herinner, dat hij in Auschwitz opteerde. Ja. Dus ja, in een van de gekendste concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. En dat hij heel veel chirurgische experimenten deed op mensen, voornamelijk op tweelingen ook, dacht ja, ik. Ja, klopt. Dat was blijkbaar zijn voorkeur, om het zo te zeggen. Ja, en dat hij ook wel ergens een beetje aan de grondslag stond van de hedendaagse orgaan- en lidmaaltransplantatie en zo. Dat de experimenten die hij gevoerd heeft wel bepaalde stappen gemaakt hebben die voor een vooruitgang daarin gezorgd hebben, maar dat hij toch wel een verschrikkelijke mens was die heel veel dingen deed met de gevangenen in dat kamp. Ja, laat ons zeker wel vaststellen, van het was inderdaad een verschrikkelijke mens. Ja, ik wil die niet in een goed daglicht zetten. Nee, allee. Goed, dus ik ga wel zeggen, ik ga het voornamelijk Unit 731 noemen. Ik weet niet, dat backt gelijk beter. In mijn hoofd is dat ook al heel een tijd in het Engels dat ik dat uitspreek. Als dat beter backt voor u, dan backt hij dat maar gelijk of dat hij dat wil backen. Dus zoals Michiel zei, bevindt dat zich in Mandschoerije, misschien beter bekend als Manchuria.
Ah, ja, ik ken wel de Manchurian Candidate, dat zegt mij wel iets. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat staat al 3 jaar opgepakt, denk ik, op onze digibox. Ik wou het onlangs een kans geven, maar vergeef mij, ik ben er nog niet aan toegekomen. Want het speelt zich ook eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog af. Het is al ondertussen in de Koreaanse oorlog, denk ik, als ik niet vergis. Dus, allee. Zwat, los van de Manchurian Candidate, een film die de meeste van jullie waarschijnlijk nog niet gezien hebben of nooit van gehoord hebben. Het is wel met Frank Sinatra, dat kan ik wel zeggen. Maar dat is unit 731. Ja, en Manchuria bevindt zich in China. Want zoals Michiel zei, hebben de Japanners China zelf bezet, of toch een groot deel daarvan. Mm-hmm. En dat bevindt zich in het Pingfang district van Harbin, wat dat ook een heel erg afgelegen plek is. Dus ja, eigenlijk ja, ideaal om hun praktijken uit te voeren zonder dat er veel vragen bij gesteld worden. Als jij het zegt. Nu, om de geschiedenis van de unit alvast beter te begrijpen, moeten we eigenlijk van in het begin terugkeren naar de maker ervan. En dat is luitenant Shiro Ishii. Ja, dat ziet er een luitenant uit. Het is een man met een baardje en een bril. En hij ziet eruit als een iets jongere Mr. Miyagi. Dat is wel waar. Ishii is geboren in 1892 en was eigenlijk al van bij zijn geboorte enorm welvarend. Hij is opgegroeid in een familie van grootgrondbezitters en zij hadden eigenlijk het meeste grond van zo goed als iedereen in hun naaste omgeving. Dus hij was altijd al zeer privileged en keek eigenlijk ook ongelooflijk neer op iedereen die onder hem stond. Maar door zijn machtspositie was hij natuurlijk ook heel erg goed om zich te mengen in de kringen van de hogere machten. Hij was ook goed bevriend met de toenmalige keizer en zijn genootschap. En op dat punt was er natuurlijk al een grote dreiging van de Sovjet-Unie, want iedereen deed natuurlijk zijn eigen onderzoek naar chemische en biologische wapens. En Ishii had eigenlijk maar één doel in zijn leven en hij wou gewoon de vader van de biologische wapens worden. Okay. Dat was letterlijk zijn enige doel in zijn leven. Hij zou dat op bijna maniacale wijze hebben nagestreefd. Ja, kijk, elk heeft zijn hobby nodig. Hè? Ja, he just wanted to be the very best. Mm-hmm. Nu, officieel stond het gebouw erkend als Epidemic Prevention and Water Purification Department of the Kwantung Army. Ja, dat bakt iets minder goed. Ja, he. De afkorting zou zo de Epidemic A geweest zijn, dus nee. Epidemic A. Dat bekt niet even goed als SHIELD of zo, hè. Nee. Soort. Nu, dat zou van start gegaan zijn in 1938. En Shiro Ishii, die zou zelf bij de opbouw alles tot in de puntjes gevolgd hebben om zeker te zijn dat alles volledig volgens zijn wensen zou gebouwd worden. Hij werd ook gesteund door het Japanse keizerrijk. Hij zou een ongelimiteerd budget gekregen hebben, waarbij dat hij alles dat hij vroeg voor zichzelf en zijn medewerkers ook kreeg. En ja, hij had natuurlijk, zoals dat ik zeg, medewerkers nodig. Dat waren top dokters en chirurgen, ook mensen in opleiding van de medische scholen, die daar dus ook aan de slag gingen. Dus hij kon zo echt met de zotste eisen afkomen en hij zou dat krijgen? Ik stel mij voor dat hij inderdaad alles mocht vragen, dat hij wou. For science! Dus pak dat hij zegt van, ik wil een zwembad met daar een eiland in, met daarin nog een zwembad, een kleiner, warmer zwembad of zo, dan krijgt hij dat. For science, ja. Wat dan nodig? Ja. Wat zou hij vragen? Een margarita-machine. Een margarita-machine? Ja, zo letterlijk. Ik ben hier nu aan het kijken. We hebben hier zo'n, hoe noemt dat, staan? Zo'n groot vatachtig ding, waar dat je gewoon zo aan een dingetje kunt draaien dat je glas automatisch gevuld wordt. En, voor mijn part zou het op dit moment mogen gevuld zijn met margarita's. Had de hef wapens aan het maken zijn, dan hebben natuurlijk wel die casual Fridays nodig dat je zo mooi kan zeggen van, het is margarita afternoon. Even mensen dissecteren in uw jeans outfit. Terwijl dat er zo uit een fancy driehoekig glaasje aan het slurpen zijn. Iedereen weet dat een dissectie veel beter gaat dan de zat zijn. Nu, over de praktijken die zich afspeelden binnen de unit zijn er uiteindelijk niet superveel bewijzen bewaard gebleven. Want dingen is zo, het was natuurlijk al een heel geheime operatie. En
van het moment dat eigenlijk de oorlog uiteindelijk gedaan was, is dat gebouw ook vernield geweest. Voor de overgave van Japan eigenlijk werd al het order gegeven van vernietig zoveel mogelijk als dat je kunt, zodat dat nooit de buitenwereld kan betreden of dat dat nooit gezien wordt door mensen die er buiten stonden. Ja, dat is ook niet zo'n abnormale praktijk. Ik geloof dat de nazi's bijvoorbeeld ook heel veel van hun papieren en heel veel documenten en bewijsstukken verbrand hebben, zoveel mogelijk, de keer dat ze wisten dat ze de oorlog verloren hadden. Ja. Nu, desondanks zijn er toch wel nog fysieke bewijzen bewaard gebleven en zijn er ook nog wel ooggetuigen verslagen, want er zijn effectief mensen die het hebben meegemaakt. Okay. Er zijn ook medewerkers die effectief de praktijken hebben uitgevoerd, die nog steeds leven en hun getuigenissen kunnen meegeven. Ja, dus die hebben zo geen non-disclosure agreement moeten tekenen of zo van alles wat er hier gebeurt, mogen nooit navertellen of we kunnen nu aanklagen? Wel, ik ga daar straks allemaal op terugkomen, want dat krijgt ook nog een interessant staartje. Ah, oké. Nu, zoals dat ik al zei, dat ligt in een heel afgelegen gebied in China. Eigenlijk op zich was er dan binnen de unit nog een ultra geheim stuk, namelijk een gevangenis. En die gevangenis kon tot 500 mensen per keer gevangen houden. Wat? Hoe bouwde binnen uw geheim gebouw een nog geheimer stuk met ruimte voor 500 gevangenen? Wel, ik zal u daarvoor misschien een keer de foto tonen. De foto's gaan uiteraard ook in de casefile zitten. Maar op raspraak.be. Voilà. De bovenste foto is eigenlijk het administratief gebouw. Ja. Want voor de buitenwereld, heb ik gelezen, werd er eigenlijk gedaan alsof dat een houtzagerij was. Oké. Okay. Dus, op zich, dat zie je hier al. En dan de kleine foto is misschien een beetje onduidelijker, maar de gevangenis zit er dus eigenlijk een beetje middenin. Dus, ja, ik zie de gevangenisstructuur er wel in. Ja. En de bovenkant ziet er eigenlijk gewoon een schoolgebouw of een ouderwets ziekenhuis of psychiatrie of zo uit. Ja, dus die gevangenis zat ook effectief gevuld. Nu, de personen die ze daarvoor oppakten, in principe hadden die mensen niets verkeerd gedaan. Vaak werden er geheime agenten op pad gestuurd, op verkenning. En mensen die zij verdachten van opstand te plegen, waren in de ogen van Ishii een onuitputtelijke bron aan proefpersonen. Dus eigenlijk van het minste dat je nog maar, bij wijze van spreken, verkeerd keek naar die geheime agenten, werden helaas de dorpelingen in de omringende dorpen en steden opgepakt. Dat waren ook niet alleen Chinese gevangenen, er waren er ook die uit Rusland kwamen, uit Mongolië of uit Korea. En helaas is het ook even erg als in pakweg Auschwitz, want ook hier zouden de slachtoffers afgevoerd worden met een trein tot aan de unit. Ja, en dus die mensen hadden de macht in die streek, dus het is niet dat mensen echt konden protesteren of zo, of iedereen die protesteerde werd gewoon in de trein gestolen. Ja, inderdaad, want dat was dus effectief in een bezet stuk van China waar dat de Japanners dus de overhand hadden. Hè. Ja, wel. Zo het hele concept doet mij momenteel een beetje denken aan die Treehouse of Horror aflevering van The Simpsons, waar dat zo alle kinderen worden opgegeten door de leerkrachten vanaf dat ze iets verkeerd zijn of verkeerd kijken. Ja, wel. Dat maar nog 1000 keer erger. Eat your Uter burger. Nu, ik ga u een getuigenis laten horen van Fang Zhengyu. Dat was een Chinese man en die werd in de unit ingezet als slaaf. Dus geen gevangene. Hij heeft er wel degelijk gewerkt, zou ik maar zeggen. En hij heeft het kunnen overleven om het na te vertellen. Ja, hij stond wel helemaal onderaan de ladder dan, veronderstel ik. Absoluut. Ik neem aan dat er geen superslaaf of zo was die nog een keer onder hem stond. Nee. The train with 8 boxcars stopped. Soldiers opened the doors and removed what looked like straw mats wrapped in steel wires. I didn't know what was happening. And then I noticed arms sticking out and heads moving and blood coming out. And then the Japanese soldiers yelled logs, so I knew those were people. Jezus, dat is fucked up. Ja, heb je ook kunnen horen hoe dat ze de mensen noemden?
Logs? Ja, ja, inderdaad. Als in boomstammen. Ja, want je herinnert je nog dat een dekmantel een houtzagerij was. Ja, 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 en ja. Allee, dat toont ook nog een keer dat ze die mensen dus niet meer als mensen zagen op dat punt. Mm-hmm. Voor hen waren dat ja, inanimate objects, dus allee, levenloze objecten waar dan ze gewoon hun experimenten konden op uitvoeren. Hè. Ja, dat is natuurlijk de historisch gezien altijd de eerste stap van elke despoot. Van zorg dat de mensen waar je tegen bent ontmenselijkt worden. Zoals dat Hitler deed met de Joden, zoals dat Trump probeerde met de moslims. Zo die mentaliteit proberen te kweken. Dat is altijd de eerste stap om de macht te grijpen uiteindelijk. Hè. Voilà. Mensen bang maken en mensen kwaad maken op een bevolkingsgroep die de wereld onderdrukken. Ja. Nu, ik ga jullie als luisteraar en jij ook, Jens, alvast waarschuwen voor het volgende dat komt. Ik ga gewoon een korte samenvatting geven van de experimenten die er zouden uitgevoerd geweest zijn. In de case file ga ik geen expliciete foto's zetten. Ik ga een link zetten naar een website die eigenlijk heel het verhaal van de unit heeft verzameld. En daar gaan ook alle foto's op staan. Want sommige foto's gaan misschien toch een beetje te confronterend zijn voor de gevoelige kijkers. Ik heb ze hier bij onze bespreking wel staan, maar allez, ik weet niet, Jens, hoe dat jij er tegenover staat. Ik weet, omdat jij je verpleegkundige achtergrond hebt, jij hebt wel al een paar moeilijke foto's kunnen zien, maar ja. Ja, ik ben niet vies van een bloederige foto of zo. De enige plaats waar ik de grens trek is van ik wil geen dingen bekijken waar mensen in dood gaan. Voilà. Ja, oké. De experimenten die dus zouden uitgevoerd geweest zijn, er zouden zo'n pakweg 50 verschillende soorten experimenten uitgevoerd geweest zijn. Zo zouden er onder meer besmettingen geweest zijn met de pest, met antrax en andere ziektes. Er zou natuurlijk ook gekeken worden in hoeverre dat die ziektes evolueren. Meestal werd dat gedaan aan de hand van amputaties, die dan ook nog een keer zonder verdoving gebeurde. Mensen werden ook gedissecteerd, ook zonder verdoving, en bijna letterlijk uitgehold om het effect van die ziektes op de organen ook te zien. Ook waren er tests in vacuümkamers om te kijken hoe lang het zou duren voor de ogen uit hun oogkassen ontploften. Niet lang. Dank u voor die input. Zie, had je daar geen testkamer voor nodig? Je moet Jens gewoon inhuren. Ook zouden de proefpersonen blootgesteld worden aan extreme temperaturen. Enerzijds tijdens de winter, maar anderzijds ook in koelcellen die daarvoor ontworpen waren. Tot op het punt dat de ledematen effectief zouden afvriezen. Dit eigenlijk om zowel de eigen troepen hier tegen te beschermen, als natuurlijk ook te kijken wat effect dat zou kunnen hebben op de vijand. Mensen zouden uitgehongerd worden. Mensen zouden in centrifuges geplaatst worden die zodanig snel zouden draaien dat ze ervan zouden sterven. Mensen zouden geëlektrocuteerd worden. Ze zouden met dierlijk bloed geïnjecteerd worden. Vrouwen zouden verkracht worden met een gedwongen zwangerschap tot gevolg. Meestal ook om te kijken of bepaalde ziektes verder zouden voortgezet worden op de kinderen. Ik heb hier ook een tekening dat ik u ga tonen, Jens. Dat is een opstelling van houten planken die buiten staan. Zoals dat je ziet, cirkels op verschillende afstanden van één middelpunt. Ja. In dat middelpunt zou een bom afgegaan worden. En de mensen die aan die houten planken hingen, gingen natuurlijk de incassering krijgen van de bom. En op die manier ging er natuurlijk gekeken worden hoe groot dat de impact is als een bepaalde bom gebruikt wordt, welke wonden dat er worden aan overgehouden, welke wonden dat er dodelijk zijn, welke niet. Jesus. Hey. Sorry, maar bijvoorbeeld, dat is een experiment dat ze al oftewel met poppen of met lijken hadden kunnen doen. Waarom moeten dan mensen voor opofferen? Ja. En ik zie sowieso niet veel net in dat experiment, maar... Nee, en er is bijvoorbeeld ook één foto waar dat er effectief bewakers van het kamp staan met een bende mensen aan het poseren die later effectief allemaal gestorven zijn door in de extreme kou aan hun lot achtergelaten te zijn geweest. Oké, dat klinkt verschrikkelijk.
tot nu toe. Ja. Alles dat al beschreven hebt. Nu, om verder te gaan op het gifgas, waar dat we het heel in het begin al over hadden, want dat is uiteindelijk hun doel geweest. Hè. In de Eerste Wereldoorlog werd er een gifgas gecreëerd. Maar ja, de wens van Ishii was om een nog krachtiger gifgas te ontwikkelen. Mm-hmm. Nu, het plan van Ishii was eigenlijk om uiteindelijk zelfs wapens te bouwen die helemaal tot in de VS zouden reiken. En daarom begon hij eigenlijk te experimenteren met wapens die een grotere range hadden en die dus ook, om te beginnen al op de omliggende steden en dorpen en velden hun werk zouden kunnen doen. Dat wou dus natuurlijk ook zeggen dat er mensen buiten het kamp ziek zouden worden en sterven. In het kamp zelf zaten er ook duizenden ratten, waarmee ook tests gedaan werden om de ziektes te verspreiden. Niet alleen ratten, maar ook manden met vlooien werden bijvoorbeeld uit een vliegtuig gedropt en zo over Chinese dorpen eigenlijk verdeeld. Dus dat wil zeggen, van 1939 tot 1942 zouden op die manier ook verschillende ziektes verspreid worden. Ik wil er niet luchtig over gaan, maar hoe krijg je de vlooien in een mand? Hoe doe je dat? Is een vlooi gelijk niet zo klein dat hij bijna niet met bloot oog kan zien? En in een mand zitten haten, waar dat mijn vinger bijna door kan. Hoe krijg je een vlooi? Je mag dat nog volledig vullen met vlooien. Die vlooien vallen daar toch gewoon door. Hoe doe je dat? Ik weet niet. Ik zeg gewoon wat dat internet mij heeft gezegd. Hij moest het researchen, Nicky. Hoe krijg je vlooien in een mand? Misschien hadden de ratten al vlooien en zijn er ratten in de mand gestoken. Ja. Ja, of het is een heel klein mandje zo. Echt zo'n Playmobil-mandje. En hier zitten er 8 miljoen vlooien in. Sorry, ik blijf even hangen bij de vlooienmand. Ja. Ik kan wel ook zeggen dat ze ook vlooienbommen hebben gemaakt. Ja, maar vlooien en een bom krijgen, dat is nog iets anders dan vlooien. Maar zouden die vlooien dan ook niet doodgaan in die bom? Ik weet niet hoe... Ook weet ik dat toch niet. Nicky! Is dat gelijk kakkerlaken? Kan die zo'n explosie overleven? Laat ons hopen van niet, maar goed. Okay, dus als iemand van de luisteraars weet hoe je vlooien in een mand krijgt, laat het ons weten, want ik ga er niet van kunnen slapen. Heb jij zelf een vlooien circus? Laat ons het dan weten. En probeer ze vooral niet zo tam te maken dat ze mensen gaan aanvallen. Goed, ja, tot daaraan toe. Ook zou het water bij wijze van experiment besmet worden. En zouden ze zelfs zo ver gaan, want helaas zijn het niet alleen volwassenen, zijn er ook kinderen, zowel in als buiten het kamp. Want buiten het kamp zouden ze bijvoorbeeld vaak snoepjes hebben uitgedeeld aan uitgehongerde Chinese kinderen, die dan bijvoorbeeld antrax zouden bevat hebben. Oh, Jezus. Maar met alles dat zij hier aan het doen zijn, ze zijn water aan het besmetten, ze zijn de lucht aan het vervullen, ze zijn heel, heel besmettelijke ziektes aan het verspreiden bij de bevolking. Raken ze zichzelf en hun eigen personeel daar dan ook niet mee? Wel, ik heb gelezen dat er zo grofweg 1600 van hun eigen medewerkers gestorven zijn door het verkeerd omgaan met bepaalde stoffen en ja, zo. Ja, het zal dus, wel, Jezus. Ja. Aan de andere kant, denk, als je daar werkt en opeens besliste van ja, dit is niks voor mij, ik wil hier weg, dat er ook gewoon een van de slaven wordt wellicht. Dus ja. Vast, het zit vast. Laat ons zeggen van wel. En het was wel ook geweten van hogeraf welke praktijken dat er aan de gang waren, want blijkbaar zou effectief de familie van de keizer soms wel een keer een bezoekje gebracht hebben naar die kampen ook. Dus het zat helemaal aan de top. Ze zal op voorhand aan hun kindjes zeggen van neem geen snoepjes aan van niemand. En ook geen giftbaskets. We weten wat dat doen met die mannen. Nu, ook de Amerikanen zijn eigenlijk niet gespaard gebleven, want er zouden ook Amerikaanse testpersonen gebruikt zijn. Zij het wel buiten de Unit 731. Ik heb gevonden de Battling Bastards of Bataan. Mm-hmm. Dat was een korps dat gevangen genomen was in de Filipijnen in 1942. Dus gevangen genomen als oorlogsgevangenen. En die zouden honderden kilometers, ik denk dat iets van een 700 kilometer was, van Harbin in een andere gevangenis gezeten hebben. Maar die zouden plots ook in het oog gesprongen zijn.
om als testpersoon gebruikt te worden. Ik ga je een stukje video laten tonen. Daarin komt Hal Leed, Arthur Campbell en Robert Brown aan bod. Dus oorlogsveteranen die het wel nog hebben kunnen navertellen. En dat waren Battling Bastards. Die noemden zichzelf, of die werden genoemd, de Battling Bastards of Bataan. Sorry, maar als dat uw groepsnaam is, de Battling Bastards, dan laat u toch niet zomaar gevangen nemen. Dan ga je toch gewoon neer met uw geweer in uw handen. Wat is dat nu? Wel, ze hebben de test al overleefd, dus allee. You gotta give them that. Ja, wel. Heel veel respect voor die mensen daar niet van. Zou het u wel een keer willen zien doen? Ja, nee. Moest er een oorlog uitbreken en ik krijg mijn brief dat ik in het leger moet, dan zou ik van alles verzinnen om dat niet te moeten doen. Ik ben daar heel eerlijk in. Ik ben een lafaard als het op vechten aankomt. Ik ben alleen maar groot en stoer als ik achter een micro zit. Ik kan dat bevestigen. There, at the end of 1944, that the normal program of brutality took a strange turn. The POWs began to receive visits from Japanese doctors. Surprising, because this was the first medical attention of any sort that they had received in over 3 years of captivity. Well, the interesting thing is that none of the guys knew anything about 731. All we knew is that we were getting all kinds of shots and things like that, but they were telling us at the time that this is just to do it for your health. They didn't have any idea that it was experimentation. I think they gave me Amtrak. I think they gave me scarlet fever. Some believe that their fellow prisoners were actually taken directly to Unit 731 for more personal and fatal attention. I know they took probably at least one or two of our guys up there, but we never heard about them again. When Mutken was finally liberated in September of 1945, the newly released prisoners were debriefed, but the records of their testimonies were officially sealed. Jesus! Hey, sorry, ik weet dat we hier meer Satan-oriented zijn, maar sometimes you just need to call on Jesus. Ja, heb je ook gehoord wat er gezegd werd op het einde van het filmpje over hun getuigenissen? Ja, dat al hun getuigenissen geclassificeerd werden als topgeheim of staatsgeheim. Ja, en blijkbaar zou het dus effectief zijn dat tot op de dag van vandaag nog altijd niet geverifieerd is geweest door de Amerikaanse overheid. Amai, dat verbaast mij wel, want onder Obama was er zo'n Freedom of Information Act dat eigenlijk betekende dat alle documenten die ouder dan, denk 5 of 10 jaar of zo waren, alle geheime documenten eigenlijk declassified werden en moesten vrijgegeven worden aan het publiek als ze dat zouden opvragen. Dus eigenlijk had je gewoon één Amerikaan nodig die naar een bibliotheek gaat en dat document opvraagt en je kan dat inkijken, normaal gezien. Ja, dat was ongeveer hetzelfde als met die Majestic 12 documenten uiteindelijk, hè. Ja, maar die bleken gewoon niet echt te zijn. Allee, ja. Ja. Nu, het kan natuurlijk wel zijn. Ik zou dan nog een keer moeten dubbelchecken. Misschien dat ondertussen wel effectief gebeurd is. De overheid heeft aan altijd recht om dingen op die documenten te verbergen. Zo van die typische zwarte lijntjes dat je daar dan op ziet, dat er tekst is weggedaan met een zwarte typex, zo gezegd. Dat mogen ze wel nog altijd doen. Dus ja. Het kan wel zijn dat die documenten dan zijn opgevraagd, maar dat ze gewoon redacted zijn geweest. Wel, laat mij nu al zeggen, er is nog iets dat niet zo kosher gaat zijn met Amerika in verband met heel dit verhaal. Komt ze biedt later ook nog aan bod. Oké. Okay. Nu, zoals dat ik eerder al heb aangegeven, konden er zo'n 500 mensen per keer gevangen gehouden worden in het kamp. Mm-hmm. Ik zeg ook per keer, want ja, zoals dat je al gehoord hebt met de experimenten, meestal bleven die mensen niet zo lang leven natuurlijk. Nou ja, als het zo aanpakt, zit er rap door uw 500 wel echt. Ja, helaas wel. De proefpersonen zouden meestal zo'n 4 tot 6 weken blijven leven in het kamp. En ja, er was ook, zoals elk concentratiekamp blijkbaar een grote verbrandingsoven om dus ook effectief kom af te maken met het bewijs, zou ik maar zeggen. Ja, het zal wel. Maar ja, ik kan me ook wel voorstellen dat de 4 tot 6 weken in die situaties moet overleven, dat eigenlijk al smeekt om te sterven. Hè? Ja, inderdaad. Ik denk op dat moment dat de dood gewoon een relief is, een opluchting. Het is dat. Ik denk dat iemand volledig kan kraken op een kwestie van dagen. Dus 4 tot 6 weken van die treatment. Ik zou ook.
absoluut. Nu, om daarop verder te gaan, de medewerkers zelf van het kamp, omdat er natuurlijk ook nog getuigenissen zijn van mensen die nog steeds leven, die zagen hun werk wel als iets nobel, puur omdat ze natuurlijk het keizerrijk aan het dienen waren en daarbij ook ja, probeerden om ja, de technologische vooruitgang ja, te helpen. Hè. Ik heb hier een getuigenis van Yoshio Shinozuka. En dat was een van de medewerkers die dan effectief naar buiten is getreden. Nu, ik ga al zeggen, in de case files gaan er twee documentaires staan. Eén daarvan is van de History Channel, alweer. En daar is hij ook effectief te zien en doet hij ook zijn verhaal. Maar wat ik nog meer ben te weten gekomen, is dat hij als 15-jarige kadet bij de unit terechtkwam. En hij heeft daar van 1939 tot 1943 gezeten. Hij zou zelf voor een afdeling gewerkt hebben die verantwoordelijk was voor de research en de ontwikkeling van ziektekiemen. Vooral op ratten. Dus allee, met mensen kwam hij eigenlijk... ja, in het begin, zou ik maar zeggen, niet echt in contact. Maar soms werd er wel een kadet gevraagd om mee te helpen bij de testen op mensen. En ja, ik heb hier de vertaling van ja, wat hij letterlijk zou gezegd hebben. Oké. Okay. Er was een speciale cel met een raam, maar het was bijna onmogelijk er binnen te kijken. Het had ijzeren deuren die altijd gesloten en bewaakt waren. Om er binnen te raken had je speciale toelatingen nodig en een pas met foto. En de tijd waarop iemand binnen en buiten ging, werd bijgehouden. Het was zeer strikt. Naar het einde van mijn tijd in Unit 2 ben ik twee keer binnengegaan terwijl er experimenten met de Maruta bezig waren. De twee mensen leken nog maar net gestorven te zijn en lagen volledig geopend op de tafel. Mijn taak was om de lichaamsdelen die bacteriën bevatten in een glazen kist te stoppen en bij te houden om te zien hoe ver de ziekte over het lichaam verspreid was. Jezus. U verder zou je daar ook bij toevoegen dat hij na 4 jaar van training en brainwashing ook niet langer verbaasd was over de praktijken en zich er ook niet langer schuldig over voelde. Ja, ja, als mens is uw brein natuurlijk al een beetje geprogrammeerd om aan de meeste situaties te wennen en alles kan het nieuwe normaal worden. Hè? Ja. Jammer genoeg, allee, ja. Ik denk ook wel dat... om opnieuw de nazi's erbij te betrekken, wat ik eigenlijk al niet graag doe, dat heel veel van die mensen die in concentratiekampen meewerkten, dat die na een paar weken of na een paar maanden ook wel hun vrede gevonden hadden met wat ze moesten doen eigenlijk. Terwijl, als je dat achteraf bekijkt, of als je daar als nieuwe recruit binnenkomt, denk ik dat dat ook iets heel anders is. Ja, inderdaad. Nu, zoals ik al zei, toen dat de oorlog op zijn einde kwam en Japan zag dat ze ja, eigenlijk aan de verliezende kant waren, dat het ja, een verloren zaak was... werd er dus ja, zo goed als alles werd vernield binnen de unit. Hè. Nu is het ook zo dat ja, eigenlijk niemand van de gevangenen ooit de unit levend zou verlaten. Dus alles van ooggetuigenverslagen dat er nu nog zijn, zijn eigenlijk echt puur maar van medewerkers of van slaven. Voordat effectief heel het complex vernield werd, waren er nog zo'n 400 gevangenen aanwezig in het gebouw. Maar die werden dus allemaal ook gewoon ter plekke vermoord. Uiteraard werden de medewerkers ook gedwongen tot geheimhouding. Hè. En Yoshio Shinozuka is dus een van de mensen die effectief tot inkeer is gekomen. En die naar buiten is gekomen. Maar allee, uiteraard zijn er natuurlijk ook wel bij de val van Japan veel gevangen genomen geweest van de medewerkers. Mm-hmm. Yoshio zat bijvoorbeeld zelf van 1952 tot 1956 vast, maar hij is niet verder vervolgd geweest. Het is eigenlijk zo erg dat uiteindelijk niemand van de betrokkenen ooit veroordeeld zijn geweest. Wat? Niemand? Sommigen hebben effectief even vastgezeten in, ja, laat ons zeggen, voorarrest. Maar het is zelfs zo erg dat sommige van de medische staf zelfs verder nog carrière hebben kunnen maken in heel erg hoge medische rangen. Ja, opnieuw is dat wel iets dat er nog soms hoort. Hè. Er zijn ook bepaalde nazi-wetenschappers en zo geweest die dan in Amerika zijn ingehuurd om daar verder te werken. Wel, Jens. Daar komt Amerika terug ook ter sprake, gelinkt aan de case. Want veel van de wetenschappers hebben effectief van Amerika ook immuniteit gekregen in ruil voor hun
ja, hun data, hun kennis. In 1946 zou generaal Douglas MacArthur dus effectief de immuniteit verleend hebben. Er zou namelijk een intern document geweest zijn dat dan in 1947 zou verschenen zijn. En daarin stond er... Omdat er geloofd wordt dat de Sovjet-Unie slechts een kleine portie van de technische informatie in handen heeft en omdat actie tegen oorlogsmisdaden de data van deze misdaden compleet aan alle naties zou onthullen, wordt het nodig geacht dat zulke publiciteit vermeden moet worden in het belang van de verdediging en de veiligheid van de VS. Ook wordt er geloofd dat de vervolging van generaal Ishii en zijn werknemers een negatief effect zou hebben op het verkrijgen van aanvullende informatie van technische en wetenschappelijke aard. Ja, sorry, maar als de persoon die informatie maar dan krijgt, dan eerst de informatie en pakt ze dan op. Hé. Sorry hoor. Ja, ja, inderdaad. Nu ook... het is niet dat zij andere mensen eerlijk behandelden. Hé. Zij verdient dan ook niet om een compromis te mogen sluiten. Hé. Ja, eerlijk gezegd, in dit opzicht zou ik ook iets hebben van an eye for an eye. En laten maar kiezen welk van de 50 experimenten dat ze het liefst zelf zouden ondergaan. Maar ja, wie ben ik? Hé? Nu, het is helaas ook zo dat Ishii zelf nooit gestraft zou worden. Hij bleef tot zijn dood in 1959 in een buitenwijk van Tokio wonen, zonder ja, verdere vervolging. Helaas is het ook zo voor de nabestaanden dat Japan zelf eigenlijk ja, ook nooit ten volle de toegeving heeft gedaan. Er zouden zo'n 180 mensen geweest zijn die in 1997 compensatie gevraagd hebben en ook een verontschuldiging geëist hebben eigenlijk voor wat hun familieleden was aangedaan, maar daar is er nooit gehoor aan gegeven. En eigenlijk ook om die nabestaanden te steunen, keer ik terug naar Yoshio Shinozuka, want die had eigenlijk ook zijn steun gegeven. Hij was erbij bij dat proces. Hij wou effectief ook zijn steun betuigen. Want het is eigenlijk pas nadat hij gevangen genomen werd dat hem het begon te dagen welke horror hij had meegemaakt en dat hij daar deel van had uitgemaakt. En hij heeft daarover het volgende te zeggen. Voor de oorlog werd ons gezegd om te vechten voor onszelf, onze familie en het Japanse volk te beschermen. Wanneer we gevangen genomen werden door de Chinese overheid, waren we verrast door hoe humaan we behandeld werden. Zo beseften we pas hoe inhumaan wij hen zelf behandeld hadden. Enerzijds is dat een van de redenen dat ik besliste om naar voren te komen met het nieuws. Anderzijds moest er naar buiten gebracht worden om wat er in Unit 731 gebeurd is, zodat deze praktijken niet meer herhaald zouden worden. Onze jeugd moet de waarheid leren kennen. En ik ga je nog een foto tonen, Jens, van een stuk dat eigenlijk was overgebleven van de unit. Want het is eigenlijk wel zo, om de gruwel nooit te vergeten, heeft China wel degelijk gebruik gemaakt van de restanten van het gebouw om er in 1982 ook effectief een museum te bouwen met ja, het bewijsmateriaal dat nog overgebleven is als museum om ja, eigenlijk inderdaad aan te tonen dat de gruwel dat daar gebeurd is nooit vergeten mag worden. Ja, ze gelijk letterlijk de façade laten rechtstaan. Ja. Wat dat heel symbolisch is. Ja. Dus ja, dat was Unit 731. Ja, zoals al gezegd, moeten we niet echt bepalen of dat echt is of niet, want ja, het is duidelijk echt, maar holy fuck, ja. Shocked but not surprised. Ja, inderdaad. En bij deze is dat weer ja, een Japans getinte aflevering. Ik doe er echt niet om, want ik weet begot niets van Japan of van zijn cultuur. Maar kijk, dat is alweer de derde, denk ik, dat ze toch een Japans tintje heeft. Ja, wel, nou, van mijn case zitten in Amerika, hoor. Dus dan moet je daar niet schuldig over voelen. Maar goed, dan denk ik dat we daarmee de orde van de dag kunnen afsluiten. Ja, ik zou zeggen, beste luisteraars, als jullie het tot hier al gehaald hebben, zonder lichtjes over te geven in uw eigen mond, ga je dan een rustig kalmerend badje gaan nemen en probeer even al de gruwel te vergeten dat ik hier heb zitten vertellen. Jawel, ik zal nu wel zeggen, de mijn van volgende week wordt creepier en minder deprimerend. Jens is de creepy one, Nikki is de depressed one. Ja, Jonestown versus Mothman. Ja, sorry. Hij moet je sorry zeggen.
Maar duidelijk heel veel andere mensen wel. Zoals ik al zei in de aflevering, vind je natuurlijk nog meer info terug op de casefile. Die is te vinden op onze website graspraak.be. Maar op die website kan je natuurlijk nog heel veel meer andere dingen doen. Is het niet, Jens? Ja, inderdaad. Want naast jezelf in depressie en lezen, kan je ons ook nog altijd op een koffietje trakteren. En dan krijg je een shout-out. Zoals mevrouw Maas en Shani dat deden aan het begin van de aflevering. En waarvoor we jullie nogmaals willen bedanken. Ten tweede kan je daar ook een spraakberichtje sturen naar ons, zoals Thijs dat deed. Als je je eigen paranormale verhaal in de podcast wil brengen, dan kan dat op die manier. Of kan je ons een audioclip mailen naar graspraak@gmail.com. Daarnaast is er ook nog een link naar onze webshop, waar je onze stickers, onze mugs, onze totebags en onze t-shirts kan kopen met ons logo op. Vergeet ons ook zeker niet te volgen op al onze sociale media. Dat is Facebook, Twitter en Instagram onder Graspraak. En natuurlijk onze supergezellige Facebookgroep Graspraak Community. Ja, inderdaad. Dan moet ik wel nog één kleine correctie maken. Want ik ben al 29 afleveringen lang aan het vragen aan mensen om ons 5-sterren ratings te geven op Apple Podcasts. En enkele van jullie hebben dat gedaan en dat appreciëren we enorm. En blijf dat gerust doen ook. Absoluut, want we lezen ze allemaal en ze maken ons heel blij. Maar we vroegen dat eigenlijk omdat we dachten dat we hoger in de rankings geraakten met 5-sterren ratings. Wat eigenlijk niet klopt, want je raakt namelijk hoger in de rankings als mensen zich abonneren. Dus bij deze doen we een warme oproep. Als je nog niet geabonneerd bent op ons, doe dat dan alsjeblieft. Je kan dat doen op Spotify, je kan dat doen op Apple Podcasts, je kan dat op Google Podcasts of eender welke andere app. Het is ook een beetje graspraaktraditie dat ik op het einde van de aflevering een grapje maak over wat er gebeurt als je niet luistert naar ons advies voor 5 sterren of een abonnementje. Maar deze week zal ik jullie vrijstellen daarvan, want honestly, ik wil hier geen grapje over maken. Nee, laat ons gewoon zeggen dat als je je abonneert, dat dan al het goede naar jou zal komen en dat het morgen terug een goede dag wordt. Yes. Zonder haat, zonder nazi's, zonder logs, zonder treinen. Zonder ontploffingen. Goed, dit was Graspraak voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Bye. Graspraak.be